We gaan het hebben over de console wars. Iets wat al heel lang gewoon aan de gang is in de industrie. En eigenlijk, ja, weet je wel, de ponies tegen... Hoe heet het eigenlijk bij de Xbox? Aan het Xbox. Xbox. De ponies tegen de Xbox. En het waarom blijft Nintendo altijd buiten schot? Ja, dat weet ik ook niet. Omdat die hun eigen koers varen. Hun eigen koers varen. Mm. Nou, het gaat meer over die fans onderling. Die er is altijd een... Noem het een gezonde, competitieve strijd geweest... waarin als de ene partij een game tegenviel... dan werd dat erin gevreven door de andere, et cetera, et cetera. Maar het lijkt erop, en correct me if I'm wrong... dat sinds de Activision Blizzard processen... die op dit moment aan de gang zijn... dat die strijd steeds heftiger op de man... en soms zelfs onuitstaanbaar wordt... waarbij ik eigenlijk afvraag van hoe komt dat... Is de media hier ook schuld aan? Is de industrie er zelf hier schuld aan? En een van de redenen waarom ik op dit onderwerp een beetje kwam... is omdat ik op een gegeven moment dit soort tweets tegenkwam. En nogmaals, ik had er echt tientallen kunnen laten zien. En ik hoop dat dit ook in beeld kan worden gebracht... zodat de mensen het zien. De zoon van de baas van Nadella is overleden afgelopen week. En wow. Nou, dan krijg je dus mensen wow. Sony 1, Microsoft 0. Suddenly? I'm happy. Nee, hij heeft niks met vaccin te boren. Hij is volgens mij gewoon onder een auto of een ongeluk, weet ik veel. Even, hij is overleden. En dit is... Ik heb hier meerdere van gezien. Mensen die dus vanuit hun Sony-fandom zeiden... Haha, weet je wel, 1-0. En maar dit is toch niet... Is dit Sony... Het is gewoon een wansmakelijke nee, kutreactie maar dit is Twitter, iets, toch? Ja, nee, absoluut. Ik denk dat dit gewoon een troll is. Dat ja. Sowieso een Neil Drugsman fan. Dat is gewoon een troll-account. Ik snap dat dit allemaal troll en het debat wat gevoerd wordt op social media... en dan is social media altijd een beetje een beerputje... wordt steeds heftiger. En ik kom straks wel wat meer voorbeelden... dat ik denk van... media gaat nu ook kanten kiezen. En wie weet zijn we er zelf ook schuldig aan. Dat is eigenlijk een beetje een open vraag. Van hoe kan het dat op een gegeven moment deze strijd... die eigenlijk vrij abstract is... Ik vind jullie altijd heel objectief over PlayStation. Nou, wie weet zijn wij niet. Nou ja, goed, zeg het vooral. Wie weet hebben wij er ook schuld aan. Het is maar hoe de wind waait, hè? Nou, hier weet je wel dingen. Stalker Development Team formerly stated... that Russia invades their country. The game may be cancelled. I'm ready for the Xbox tier. You all got no games on Xbox. Weet je, de hele tijd dat... Maar ik moet wel zeggen, kijk, dit is Marcus M442... Weet je, first name and numbers? Dat is het eerste wat je leert op social media, geen aandacht gaan geven. En als je erop klikt, dan hebben ze ook nul volgers. Het zijn bots. Het zijn gewoon bots. Nee, tuurlijk. Maar vind je niet dat de strijd... nou goed, ik ga het een beetje verder voelen. Maar wacht even. Ja, vraag. Denk je niet dat dit veel breder is dan alleen Xbox? Ik bedoel, ik weet dat je hebt een ding tussen Mercedes-rijders en BMW-rijders. Tussen Ajax-zieden en Feyenoorders. Daarom, shitcoiners en bitcoin. Weet ik veel. Mm-hmm. Ik bedoel, al de keuzes die je maakt... en vooral soort van de aankopen die je doet... dat zijn allemaal een soort van extensie van je identiteit... die je direct soort van ter gelde moet brengen door het uit te dragen... en dan een soort van beetje troll-ruzies te maken... met mensen die andere keuzes maken. Mm-hmm. Maar het gaat wel ver wanneer... Ik bedoel, dat geeft die guy in die tweet ook aan... die dingen geretweet heeft. Van op het moment dat er death threats ook nog om de hoek komen kijken... Ja, dan ga je wel een bepaalde grens... Ik snap wel dat het extra... Maar dat is natuurlijk... Maar het, wat ik probeer te zeggen is... dat is niet exclusief voor videogames. Ik bedoel, kijk naar rap in de 90s. De Oostkust tegen de Westkust. Dat zijn gewoon dode gevallen, weet je. Ik bedoel, waarom in godsnaam? Weet je, om twee muziekstromen? What the fuck? Yeah. Dat gaat helemaal nergens over. En dat is natuurlijk altijd al zo geweest. Ik weet niet, is mijn audio wel goed? Ik hoor mezelf heel goed. Ik hoor jou perfect. Ja? Ik hoor absoluut. Mezelf via een andere mic. Die kant is misschien wat minder de aansluiting. Ik weet niet of dat het is. Maar goed, oké, maar niet. Ja, mijn punt is dat dit is van alle tijden. Het heeft niet zoveel te maken met Xbox of PlayStation. Ik bedoel, toen ik op de lagere school zat en ik had een Commodore Amiga, kan ik me nog goed herinneren. Toen was er direct een ding tussen mensen die een Atari ST hadden en mensen die een Commodore Amiga hadden. Dat waren gewoon twee stromingen. En je hebt het met Apple PC gehad. Het is van alle tijden Nintendo, Sega. Weet je wel, Super Nintendo versus Mega Drive. Dat was er.
Ja, ja, nou, ja, goed. Ja, maar zelden zo, niet zo giftig als dat. Ja, het is zelfs veel giftiger geweest. Ja, nou, ik zat veel op gamer fora vroeger. Tegenwoordig bestaan ze volgens mij niet eens meer. Ja, je hebt Reddit misschien dan een beetje. Maar dat ging er net zo aan toe. Weet ja, maar je had groepjes van een man of 5, 6 en aan de ene kant en 5, 6 aan de andere kant. Weet je waarom het nu iets extremer is? Omdat mensen nu makkelijker een shit-account aanmaken met een naam die er niet toe doet. Mm-hmm. Op fora moest je eerst een soort van credibility opbouwen voordat überhaupt mensen je serieus namen. Mm-hmm. En dat is weggevallen bij social media. Dat wel. Laat ik het anders zetten. Ik denk namelijk dat er wel wat meer aan de hand is. Omdat dit best. Laat ik zo. Kijk, PlayStation brengt dit ook heel erg van. Dit is wij strijden voor het voortbestaan van PlayStation. Ze dramatiseren het een beetje. Weet je, als wij geen Call of Duty en dit soort deals doorgaan, dan heeft PlayStation een probleem. PlayStation is super populair, heel veel mensen. En waar Xbox altijd een beetje werd gedist uit die hoek, is in één keer is het een beetje omgeslagen. En je ziet dat die Xbox-fans die worden nu wat arroganter en die gaan een beetje picky worden. En je ziet daar dan een tegenreactie in. En wordt dit dan wel of kijk, bedoel Lulu Cheng Mazurfi, zij is de en dan moet ik eigenlijk op haar account kijken. Maar zij werkt bij Activision. Zij is een van de hoofd community mensen. En zij tweet dus vlak na de uitspraken in Brussel. Tweet zij dit. Ja. En dit heeft enorm veel olie op het vuur gegooid. En dit gebeurt de hele tijd. Maar dit is toch waar? Dit is toch wat hier staat, klopt toch gewoon? Wijzen op hypocrisie, dat is toch niet olie op het vuur gooien? Dit soort domme argumenten aanhalen, wat PlayStation in dit geval heeft gedaan, wat zij dus aantoont, ja. Dat is olie op het vuur gooien. Want dat slaat nergens op. Nou ja, Sony is letterlijk zijn eigen iets in de spaak aan het steken, een eigen fiets aan het, precies wat hier staat. Nou het wordt dus, ik bedoel, Charlie Intel, wat dan weer media, even kijken, hoor. Dit is een groot kanaal wat hier 2,6 miljoen followers, wat alles volgt van Call of Duty. Die zegt dan ook van Activision executives now posting memes about Sony. Van dit weet je wel, en nogmaals, ik ben nu even de advocaat van de duivel. Dit kun je niet maken. Je gooit olie op het vuur. Oké, nu ga ik even kijken. 10 jaar terug. Ja? PlayStation 4 en Xbox One werd aangekondigd. PlayStation postte een meme video. Dit is hoe je game shared op PlayStation. Hetzelfde shit. Mm-hmm. Exact hetzelfde. Ja. Dit is van alle tijden, man. Het is niks nieuws. Het enige wat nu nieuw voelt, is dat PlayStation heeft nu zware tegenwind. En het zit Xbox een keertje mee. En bij de vorige generatie hardware was Xbox was gewoon, ik bedoel, de Xbox One was gewoon echt serieus een heel slecht product. Mm-hmm. Slecht in de markt gezet. Gewoon hun community geschoffeerd. Eigenlijk voorbij gegaan aan wie hun community waren. En PlayStation heeft met PlayStation 4 echt gewoon een volledige home run geslagen. Dat was een fantastisch product. Killer content, elk jaar weer AAA, Sony titels, third party, alles was er te spelen. Ja, en nu zit het dan tegen. En dat als je dan ben ik overigens niet mee eens, hoor. Ik bedoel, het gaat ze nu nog steeds enorm voor de wind. Alleen dit hangt er wel boven. Nou ja, goed, oké. Weet je, het is vanuit mijn perspectief doen ze het kut. En ik zie gewoon laat ik zo zeggen, in ieder geval de Xbox fanboys hebben nu de wind mee, weet je? Ik bedoel, Xbox doet het nu goed. Heeft sinds de Xbox One, sinds de Xbox 360, gewoon echt, denk ik, een beste streak te pakken. Kan altijd beter, maar goed, voor Xbox begrip is het goed. En ik denk dat dat gooit de olie op het vuur. Dat je gewoon dat Xbox wordt, de Xbox worden zelfverzekerder. Mm-hmm. En de PlayStation fanboys, ja, die moeten soort van hun argument echt kracht bijzetten. En dat wordt moeilijker en moeilijker. Dus ik denk eigenlijk dat dat aan de hand is. Het ding wat ik zie is, en ook aan het aantal reacties wat we dan inderdaad ook op de piepshow krijgen, ook persoonlijk, mensen die echt kwaad zijn omdat we te veel pro-Xbox zijn of te veel pro-PlayStation. Ja, wat is het nou? Is het nou het een of het ander? Nee, wat ik bedoel is van, als je kijkt naar kwesties die nu in de wereld spelen, als je het hebt over corona, of je hebt het over klimaatbestrijding of andere dingen, dat het zijn twee kampen geworden, weet je wel. En er is bijna geen middenweg. Die kampen vinden elkaar totaal niet. En de media kiest ook een site en maakt dan eigenlijk eenzijdige berichtgeving daarover. Dat zie ik maar nu ook. Maar dat is het. Ik bedoel, er zijn niet maar twee kampen.
Er zijn heel veel mensen die gewoon in het midden zitten en helemaal niet zoveel erom geven. Alleen, ja, die zijn ook niet zo vocaal. Nee. Daardoor lijkt het misschien alsof er maar twee kampen zijn. Maar ik bedoel, het kan mij maar reet roesten of het Xbox is of PlayStation. Hetzelfde met mensen die gewoon tevreden zijn over een Xbox of PlayStation. Die zul je niet zo snel in de comment sections zien. Maar dat is toch geen content ook? Het is toch leuk als mediamaker om gewoon te zeggen van... Als ik weet dat jij PlayStation leuk vindt, dan zeg ik gewoon van... Nee, Xbox is echt veel beter. Dat ziet elke gek toch? Weet je, vind jij die woke shit van de Last of Us dan leuk, Koos? Weet je, nou, fantastisch. Dan heb je direct een leuke discussie. En ik denk dat het ook gewoon, het is aan de mediaplatformen. Het gaat om die discussie. Ik bedoel, dat ben ik. Je moet altijd discussie zijn. Je kan van mening verschillen. Maar wat ik nu de laatste tijd best wel veel zie, is dus gewoon ook verkeerde berichtgeving. Bijvoorbeeld Baldur's Gate. Gamekings.tv. Staan we daar Gamekings.tv? Nee. Oh, sorry. Nee, Baldur's Gate. Natuurlijk. Baldur's Gate werd aangekondigd tijdens de PlayStation State of Play. Daar stond bij PlayStation 5 en PC. Nou, had Sony misschien chic kunnen zeggen dat daar ook andere consoles bij zouden zitten. Hebben ze niet gedaan. Mensen concludeerden van, oké, fuck, die komt helemaal niet naar Xbox. Zie je wel, weet je wel, PlayStation betaalt ook. Nou, uiteindelijk komt die wel naar de Xbox, maar heeft de uitgever, de developer, Larian Studios, heeft gezegd, we hebben gewoon even een technisch probleem om die game voor de Xbox klaar te maken, want er moet een soort van splitscreen, ouderwetse mode in. Het lukt ons nog niet helemaal. En er waren een aantal websites, waaronder bijvoorbeeld Games Industry, Eurogamer, die gewoon zeiden van Microsoft heeft hun geforceerd om het toch nog maar op de Xbox uit te laten komen. En waarop die developer, en dan moet ik even halen van Larian zelf, op een gegeven moment moet reageren. Van, dude, come on. We didn't say an Xbox version is delayed. We said it's in development. You're killing me here. En zo reageert hij op al die dingen. En dat zijn gewoon gerenommeerde journalisten. En... Maar is dat niet, ik bedoel, je hebt het gewoon over slechte journalistiek. Mm-hmm. Dat kan, weet je. Kijk, je hebt meningen, weet je. Bij wijze van spreken de actualiteitenprogramma's waarin iedereen gaat zitten en zijn mening ventileert. Nou, dat is wat GameKings heel erg doet. Ja. Daarnaast heb je gewoon journalisten die nieuws brengen. Die zijn over het algemeen PR-berichtjes aan het overtypen. Nou, en dan heb je ook nog een soort van klikjagers, clickbait figuren. Mm-hmm. En die moeten gewoon kosten wat het kost. Nieuws brengen. Die moeten kliks genereren. Het maakt niet uit hoe. Nou, en dan een beetje een verzonnen twist. Of een beetje een overdreven insteek. Is al snel nieuwswaardig. En dan krijg je dit soort shit. Ja, dit ja, vooral, is... Maar vooral omdat we in een headline maatschappij op dit moment leven. Ja, precies. Mensen lezen alleen maar die tweet of die headline of weet ik veel wat. Ja. Nou, deze vind ik ook wel interessant. Jordan Midler, hij is weer een journalist van VCG News. En misschien heb ik het ook wel eventjes mis qua naam. Maar in ieder geval, hij is een gerenommeerd journalist. En hij reageerde dan weer op de tweet van die Lulu. Namelijk dat die meme van Sony. En hij zegt, the most embarrassing fanbase on the entire planet. BTS Undertale fans look normal compared to this behavior. Uiteindelijk moet hij dan weer die tweet weghalen. Zegt hij ook van, deleted the flipping aggro tweets because it was clumsily made point that poorly aimed at all the fans of something. Maar ik bedoel, blijkbaar is er dus ook een soort van, dat is het meer van, het houdt mensen zo bezig. Ja, maar het houdt deze sukkels bezig. Sorry dat ik het zeg, maar dit is gewoon, deze man, die is gewoon zelf ook niet al te slim. Nou, hij is wel boos. Maar hij is gewoon een sukkel, weet je. En dat is, daar heb je er gewoon ontzettend veel van in die gamesindustrie. Mm-hmm. En die, weet je, ze formuleren een mening omdat het van je gevraagd wordt om een mening te formuleren. En ze doen dat eigenlijk, ja, meer vanuit een soort van game-politieke context, weet je. En dat wordt zeker bij Amerikaanse platforms, in Engeland zie je dat ook, toch gedreven door advertenties. Dus als een een grote partij veel adverteert bij een bij een beetje clickbaity nieuwsplatform, zag je bij Kotaku, zag je dat heel erg. Nou, dan zie je dat gelijk terug in de tone of voice van de coverage. Niet eens in de hoeveelheid coverage, maar gewoon in de tone of voice. En ook dit soort gasten die daar op die manier mee omgaan. En dat maakt het gewoon, dat is gewoon een beetje het probleem. En dat is al zo oud en we hebben het daar hier ook vaak over gehad. Het niveau van de gamejournalisten, tussen aanhalingstekens, mm-hmm. Want ik geloof niet eens dat het begrip echt bestaat, is gewoon heel laag. Het is altijd laag geweest. Nou ja, ik vraag me dus af wat hij dus net deed.
Kijk, ik vind het geen probleem als we, en dat doen we ook in de piepshow, van, weet je wel, Jim Ryan pakt het verkeerd aan. Of Herman Hulst heeft zijn zaken niet goed voor elkaar. Of Phil Spencer is een grote slijmbal, speelt nu de Robin Hood. Maar uiteindelijk gaat het ook om het geld. Ik bedoel, dat zijn de mensen die gewoon bezig zijn met die business. Die krijgen er vet voor betaald. En als je kritiek geeft en die is een klein beetje op de man, dan moet je dat kunnen hebben. Maar ik vind het weird, en dat zie ik gewoon veel in de pers, dat er nu ook gereageerd wordt op de fans zelf, weet je wel, van jullie Xbox-fans zijn stelletje zieligers, weet je wel. Ik bedoel, dat gooit zoveel. Het wordt echt een soort van kampenstrijd. Maar omdat we domme meningen veel te belangrijk maken. Ja. Weet je, kijk, op het moment dat je daar heel veel aandacht aan gaat geven, ja, dan voed je de machine ook, weet je wel. Dan, oh ja, dit werkt. Nou, de volgende keer ga je het weer doen. Is het dan wel slim dat Microsoft bijvoorbeeld nu ook heel erg, natuurlijk ook allebei trouwens, voor de bühne lawaai aan het maken zijn. Bijvoorbeeld zo'n baas, zo'n Brad Smith, die dan zegt van, nou, Sony kan, oh, weet je wat, ik heb hier het contract bij me, weet je, het contract, 10 jaar, ja, ze willen het niet tekenen, dus alles voor de bühne, weet je wel, om maar gamers achter je te krijgen. Gaat dat op een gegeven moment ook niet enorm tegen ze werken, op het moment als, stel nou dat die deal doorgaat. Ik denk dat er heel veel PlayStation mensen zullen zijn die zeggen van oké, fuck het dan maar. Ook al is het een beter deal, ik ga het nooit doen. Ik wil niet bij dat kamp horen. Maar ik denk dat het niet meer uitmaakt, weet je. Met name door crossplay zie je gewoon dat. Ik bedoel, wat voor argumenten heb je om een specifiek platform te kopen? Dat gaat om exclusieve content. Als content niet meer exclusief is, waarom zou je dan nog specifiek voor een platform kiezen? En vandaag de dag, ik denk eerlijk gezegd, of je nou een Xbox of een PlayStation hebt, het maakt niet zo heel veel uit. Want ik denk dat je 80%, als het niet meer is, van de tijd titels speelt die op beide platformen voorhanden zijn. En heel misschien zijn er uitzonderingen. Dat kan heel goed, weet je. Misschien komt Xbox met fantastische shit aanzetten zometeen. Of misschien komt PlayStation met geweldige first party titels die nergens anders uitkomen. Om heel eerlijk te zijn op dit ogenblik, ik zie het bij beide platformen niet gebeuren. De content die ik speel komt overal op uit. En het maakt niet zoveel meer uit. En als ik Warzone speel, dan speel ik dat rustig tegen mensen die dat op PC spelen of op de PlayStation. Het maakt er allemaal niet meer uit. En dat had je vroeger. Had je zo van wat, Skate, heb jij niet dezelfde console als ik? Hoe kunnen we dan samen spelen? Hey, maar wat doe jij nou? Wanneer ga je nou eens een echte console kopen? Weet je? Ja. Dat was gewoon de gesprekken die je had op verjaardagen of weet ik veel wat. En nu, tegenwoordig, ik zou er geen 2 seconden meer bij. Ik vind het leuk. Maar ben jij dat? Een ander type gamer dan ik. Want als ik kijk naar mijn games, als ik zo top 4 games voor dit jaar zo bij me voor mezelf optel, ja, dat zijn allemaal exclusives. Dan heb Omdat je gewoon heel erg fan van Neil Druckmann bent. Nee, gewoon Final Fantasy 16. Deze guy doet dus gewoon alleen maar Neil Druckmann is Sony games. Omdat je het gewoon zo belangrijk vindt. Maar Final Fantasy 16, Final Fantasy 7 Remake, die komen allebei op PlayStation, Starfield. Nou, die komt alleen naar Xbox natuurlijk. Nou, dus die wil ik natuurlijk ook graag spelen. Ja, maar wat zit je nou te zeggen? Dat je de 3 games uitgekomen is op de PlayStation die je leuk vindt? Nee, dit is alleen al 1 jaar. Ja, 1 jaar. Nou, en want er is helemaal niks uitgekomen. 2 jaar hebben ze ook echt zulke harde titels gebracht. Ja, ik ben daar wel echt heel erg down mee. Mike Morales en Ratchet & Clank. Niet iedereen speelt die mainstream multiplatform games. Jij speelt tenminste nog die grijze hack and slash crap die niemand kan. Maar ik kan me best wel voorstellen. Ik ben het wel een beetje met Kous eens. Wie weet zijn de hele goed ingevoerde hardcore gamers hebben zoiets van oké, maar ik weet cross-platform en ik kan een PC kopen, kan ik het ook gamen. Er zijn ontzettend veel mensen die zijn gewoon die zweren bij een PlayStation. Stel nou dat die deal doorgaat en PlayStation die heeft het gevoel van ja, daar ga ik best wel redelijk van naar de kloten als dat gaat gebeuren. Dat de PlayStation gewoon minder wordt. Er komen misschien minder games uit. Whatever er allemaal kan gebeuren. Maar dat wordt natuurlijk wel richting dan van, zie je wel, het is Microsoft geweest. Die heeft de PlayStation kapot gemaakt. Dan weet Sony ook eens een keer hoe het voelt. Ja. Nee, maar dat snap ik. Maar dat is ook natuurlijk wat je. Daarom is die social media op dit moment zo. Ja, heftig. Maar social media is gewoon heftig. Ja, maar en weet je wat ik wel denk, waar je gelijk in hebt, is dat door die diensten, weet je, door die Game Pass en PlayStation Plus, je merkt dat je wat meer gevangen zit in dat ecosysteem. Ja. Dus vroeger had je, ik had tegelijkertijd thuis een Xbox 360 de eerste Xbox, een PlayStation 2, een Dreamcast. Dat stond allemaal naast elkaar, weet je. En waarschijnlijk ook nog een GameCube of misschien hadden we toen al een Wii, ik weet het niet. Maar dat stond allemaal naast elkaar. En er was niet soort van
Dat was niet een probleem, maar tegenwoordig, het is niet meer de aankoop van die console, die overigens ook wel heel moeilijk is, maar ook als je daarin geslaagd bent. Nee, het is ook dat je gewoon gevangen zit in zo'n ecosysteem of gedwongen bent om gewoon echt honderden euro's per jaar uit te geven aan al die premium diensten. En om heel eerlijk te zijn, het is gewoon de moeite niet, weet je. Ik bedoel, of je nou Xbox Game Pass hebt of dat je nou PlayStation Plus hebt, het is gewoon... Het is nagenoeg hetzelfde. Tuurlijk zijn er een paar titels die anders zijn. Maar de dienst in grote lijnen is hetzelfde. Je gaat ze niet allebei nemen. Je gaat ook niet en Netflix en HBO Max en Amazon. Ja, ik wou dat zeggen. Maar je krijgt het. Nee, weet je? Dan moet ik allemaal zelf betalen. Voor. Echt niet. Ja, sommige leech ik wel bij anderen. Dat bedoel ik. Nee, je leech het gewoon. Ik betaal ervoor. De enige wat ik heb is een persaccount bij HBO Max. De rest Disney Plus, Netflix. Persaccount bij HBO Max. Ja. Ja, dat is één service. Voor de rest heb ik nog steeds 8 andere services. Nou, het is belachelijk. Ja, dat is het ook, maar dat is wel de waarheid. Ja, maar zoals Koos zijn er vele andere, hoor. Echt niet. Ja. Je kan er niet tegelijk... Sky, jongen, Jesus Christ. Je kan er niet tegelijkertijd al die shit ja, kijken. Ja, dat kan heel goed. Helemaal niet. Maar... Oké, okay. Dan niet. Dan niet, nee. Je gaat toch ook niet Spotify en Apple Music nemen? Dan ben je toch niet goed als je dat doet? Daar staat dezelfde shit op. Ja. Nou, en niet bij Netflix en HBO Max. Nee, ik zit nu aan zombies en homo's in een kuil. En weet ik zit nu aan Ziggo Sport en Viaplay, zodat ik alle buitenlandse voetbal kan kijken, weet je. Dus ja. Ik F1 TV Pro. Nee, er is zoveel abonnementservices, ja. Man. Ik word er gek van. Je kan de woke shit kun je gewoon niet genoeg van krijgen. Dus dan moet je al die shit hebben. Dat is alleen HBO Max. Die betaalt nee, dus Netflix deed het ook. Nu ben ik een klein beetje van apropos af. Maar ja... Ik vind het best wel lastig, omdat de CMA en de FTC hebben op een gegeven moment ook gamers erbij betrokken. Hè, van geef je reactie, hoe vind jij het? Waardoor mensen het idee hadden van oké, nou kan ik ook wel wat geven. Nou is gisteren dan weer het bericht uitgekomen dat bijna alles gewoon niet gebruikt is, omdat het was niet relevant. Ik bedoel, nee. Niemand kon enige relevantie, een zeg maar objectieve verhaal hierover bouwen. Het was of van Xbox maakt ons kapot of Sony loopt te janken. Die twee, dus... Ja. Het zijn toch ook emotionele argumenten? Dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. Ja. Dat je dit ook hebt tussen BMW-rijders en Mercedes-rijders. Ik zeg maar wat, weet je. Maar ik bedoel, het zijn emotionele argumenten. Het is niet dat de ene auto nou heel veel beter is dan de andere. Maar er is daar een term voor. Je bent ergens in geïnvesteerd, je hebt er geld aan besteed en vervolgens moet je continu voor jezelf bevestigen dat je de juiste keuze hebt gemaakt. En dat doe je alleen maar door zoveel meer mensen met je mee te krijgen, waardoor je ook hele polariserende en ongenuanceerde uitingen daarover gaat doen. Ja, maar daarbij vind ik dat het vroeger verder ging. Weet je, ik bedoel, als je kijkt naar die game shit vroeger, weet je, toen we op lagere schooltijd voor mij, daar werd bijna serieus over geknokt op het schoolplein. Teenage Mutant Ninja Turtles vs. Power Rangers. Het is toch ondenkbaar dat jij mensen niet uitnodigt op je verjaardag omdat ze in een Volkswagen rijden en jij in een Audi rijdt. Ik zeg maar wat. Dat is Maar dat was toch een iets andere dynamiek dan wat je nu ziet met de communities richting de ontwikkelaars en de publishers die nu steeds vaker gewoon met de dood bedreigd worden bijvoorbeeld. Nee, maar dat is die Twitter shit wat Kals al zei. Het zijn trolls en je kunt ze eruit halen, maar het is allemaal anekdotisch. En ik vind niet dat dit op grote schaal gebeurt. Ik denk dat waar een essentie van het probleem in zit, is de manier waarop Microsoft nu terrein aan het veroveren is. En dat is natuurlijk een manier die nooit populair maakt. En dat is eigenlijk van in plaats... Stel nou, Xbox had gewoon achter elkaar waanzinnige games gemaakt. Gewoon in eigen studio's. Bam, 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 bam. Dan denk ik dat PlayStation nog fans het nog steeds doen. Maar op een gegeven moment fucking hell, die shit is wel goed. Weet je, ze verslaan... Dat gaat nooit toegegeven worden. Nou oké, maar in ieder geval... Ja, dat zit inmiddels te diep geworteld. Oké, maar het geval is natuurlijk nu dat ze hun marktaandeel kopen. Iets wat je nooit populairder maakt. Van dat is wat makkelijker. En de aankoop van een Call of Duty en Activision Blizzard zou er inderdaad, als we Sony mogen geloven, toe kunnen leiden dat hun platform niet in een verre strijd wordt gesloopt, maar gewoon op deze manier. Het is een beetje Real Madrid tegen Emmen. Van ja, die zoveel geld. Je had het met Ajax en PSV. PlayStation, nee, maar wacht even. Behalve de PlayStation op dit moment Real Madrid is. Als je kijkt de consoleverkopen van PlayStation versus Xbox, zij zijn de grootste. Dat is marginaal. 80% marktaandeel ten opzichte dat van 20. Dat is niet normaal. Ja, maar de content is... Ze weten niet te scoren.
Nee, dat is ja, tot Real nu toe Madrid. Nog wel, maar ja, dat gaan ze... Hou jij eens op, man. Dat is echt zo'n bullshit. Ik weet niet waar je informatie vandaan maar had. Maar ik zie die zielige games van Sony toch voorbij komen. Hou je bek, man. Ik zie die kinderkut-kleutershit voorbij komen. 1, 2, 3, 4, 5 op Twitter. Als je een kerel bent, koop je een Xbox. Dit wordt ruzie, inderdaad. Als je gewoon een echte man bent, dan speel je op een Xbox. Dat zal weer alles te maken hebben met het feit dat Boris en Sony niet door één deur kunnen met elkaar. Nee hoor, het is gewoon bij te maken dat ik geen paars haar heb en dat ik geen... Je hebt helemaal geen haar. Dat ik geen kut laat installeren in mijn broek, weet je. Ja, het is gewoon, godverdomme. Die loopt bij Xbox ook volop rond hoor, dus daar zou ik me niet druk over maken. Mm. Maar eigenlijk zeggen jullie gewoon van ja, weet je, de social media, laat lekker gaan. Het punt is nee, ik zeg PlayStation Snap. Ja, dat zeg ik. Ja, dat zeg je, ja. Ja, maar, ja, we hebben het al gezegd, het is altijd zo geweest. Ja. En het probleem is dat we nu die hele domme meningen kunnen nog makkelijker verspreid worden. Het is één keer retweet van een account met nul volgers. En mensen denken meteen, oh, dat is de strijd die nu gevoerd wordt. Nee, dat is gewoon één debiel, terwijl er 3 miljoen mensen anders erover denken. Ja, maar die hoor je natuurlijk niet. Nee, maar Hogwarts Legacy was toch het beste voorbeeld daarvoor? Ik bedoel, als je de wereld mocht geloven in social media, dan werd deze game doodgeboycott. Was je nazi als je het speelde. En uiteindelijk is die 13 miljoen keer verkocht. Heeft de best bekende singleplayer op Twitch. En een deel van de media is daarin meegegaan. Ja, maar dus het is niet representatief. Dat is mijn hele punt. Nee, het is maar hier hebben we het bij de piepshow over gehad. Die hele shit rond Hogwarts Legacy is gewoon, dat is PR geweest. Ja, dat is zo bullshit. Je ziet hetzelfde, daar hebben we het ook over gehad bij de piepshow. Je ziet hetzelfde bij die Royal Dahl shit. Nee, maar, weet je, die shit is, die geloof ik wel, die wordt gecanceld. En hoe is dat allemaal gekomen? Het is begonnen met het persbericht. En nog nooit zijn er zoveel Royal Dahl boeken van. Weet je, daar kan ik misschien enigszins mee komen. Maar Hogwarts Legacy is dat absoluut niet het geval. Dat geloof ik echt niet. Tuurlijk wel. Jij mag dat geloven. Ik geloof dat niet. Maar waarom geloof je het niet? Het enige punt is dat die mening was kennelijk niet representatief voor wat de mainstream uiteindelijk denkt. Mm-hmm. Althans, de consument. En deze weirde fucking fanboy, flame war, console war shit is ook niet representatief voor de gamer. Het zijn gewoon een paar debielen die het hard schreeuwen. Maar ik ben het met je eens. Maar het is, laat ik zo zeggen, bij Hogwarts vind ik het bloedirritant. Maar de console wars aan zich is gewoon leuke entertainment. Ja, net als dat natuurlijk. Het is leuk, maar het gaat te ver. Ja, te ver. Nee, maar ik bedoel, daar moet je gewoon geen aandacht aan geven. Juist de rivaliteit is toch leuk. Heel Johan Derksen's carrière is gebaseerd op die shit. Nee, maar oké, ik heb met Johan Derksen, bedoel, daar weet je van die man die gaat gewoon zitten en die lult een end whatever, weet je wel? En maar sterker nog, hij trekt het een beetje het extreme, zodat zijn punt gemaakt. Het zijn natuurlijk gewoon. Ik ken iemand die dat ook doet. Oké, Johan. Het gaat mij om media outlets die in principe pretenderen betrouwbaar te zijn en objectief, die vervolgens. Maar zij zijn in die val getrapt om te geloven dat wat ze lazen op social media, dat de consensus was. Om te appeasen en dan maar kijk, ons is goed zijn, daarin meegaan en vervolgens volledig de plank misslaan. Ja. Ja, en waarschijnlijk is het nog meer. Het is ook, ze zitten of in New York, of in San Francisco, of in L.A. En dat zijn gewoon, of bijvoorbeeld in Berlijn, of weet je, het zijn gewoon hele woke plekken. Hier in Nederland kunnen ze er af en toe ook wat van, hoor. Ja, maar die papegaaien gewoon na wat er uit Amerika komt. Weet je, die hebben niet zelf echt een mening. Dat is wel waar, dat is wel waar. Maar ja, dat is hier nu. Ja, maar dat zorgt er wel voor dat zo'n verhaal veel meer, want dan voelen de trollen en dat soort dingen zich ook gesteund door het feit dat andere mensen het ook roepen. Dan zie ik ook dus dat de partijen zelf, zoals Activision. Ik bedoel, die mevrouw die zegt dan van, ho, wacht even, ik doe dit vanuit mijn persoonlijke Twitter-account, niet vanuit mijn Activision Twitter-account. Ik van, dat vind ik slap. Ja, dat kun je toch niet helemaal loszien van elkaar. Dat kun je niet loszien van je, maar je bent een beetje aan het zuigen, een beetje aan het trollen. Nee, maar heel eerlijk, zij hoeft daar helemaal niet op te reageren. Ze heeft 100% gelijk. Ja. Nee, dat is waar, maar zij kiest daarvoor. Zij doet wel vaker van dit soort stekelige richting PlayStation. Daar voed je natuurlijk als bedrijf zelf ook iets mee. De media doet dus voor een deel mee. Je bent niet verantwoordelijk voor mensen die dat anders interpreteren en daarin een vrijbrief zien om mensen te bedreigen of gewoon lastig te vallen of wat dan ook. Ja. Ik bedoel, daar is zij niet verantwoordelijk voor. Nee, maar zeker niet met eigenlijk zo'n onschuldige, maar toch heel treffende meme. Nee, okay. Het zijn hele makkelijke triggers natuurlijk, hè? Ja. Mensen worden makkelijk getriggerd door dit soort dingen. Maar ben jij daar dan verantwoordelijk voor?
Dat is toch feitelijk waar? Maar je weet dat in dit milieu dat je... Dus dan moet ze aan zelfcensuur doen. Ik vind dat niet. Nou ja, het is meer van, er wordt meteen... en misschien is dat ook wel media 2023... door die media-websites meteen een stuk over geschreven... dat het niet kan en dit en dat... terwijl ze haar niet hebben gevraagd waarom ze het heeft gedaan... hoe ze dit bedoelt, whatever. In ieder geval hoor en weet. Wel lekker outrage willen zijn. Het zijn toch gewoon ook slechte journalisten, hadden we het al over. En het is ook nog eens een keertje gewoon... Het is zo, het landschap van aanbod van nieuws is zo dor en droog. Dat als er ook maar iets gebeurt, dan wordt het gelijk soort van opgepompt en als nieuws gebracht. Terwijl dat is het 9 van de 10 keer niet. En het is niet alleen zo'n tweet van die chick. Maar dit is gewoon constant, als je die game-only Twitter-kanalen volgt. Er komt zo ontzettend veel crap langs. Het is zo'n ruis gewoon. Het is zo moeilijk om er iets uit te halen. En dat is denk ik waarom bijvoorbeeld gamesindustry.biz het zo goed deed in het begin. Omdat ze het in het begin niet deed. Maar nu zijn ze dat gast ook is wel doen. Is dan wel die is wel even op non-actief gezet. En heeft uiteindelijk ook gezegd dat zijn stuk niet goed onderzocht was. En een andere man binnen het bedrijf heeft toen het stuk opnieuw geschreven. En dat was heel anders. Dus hij is gewoon... Hij zegt ook van, ik ben in mijn... Ja, woede en waarschijnlijk gewoon van zijn PlayStation delen, fandom is die gewoon. Hoe kan je nou woedend zijn? Als je bent een journalist, weet je, en je bent woedend over een ruzie tussen Microsoft en PlayStation, dan ben je toch niet goed? Ik bedoel, kijk, ik vind niks leukers dan woedend zijn, met jullie beetje te pesten en een beetje te trollen over wat jullie allemaal leuke games vinden. Maar gooi me daarop. Hè? Ja, weet je, maar goed, met deze gasten die zijn, ik weet zeker namelijk dat ze echt boos zijn. Net als dat ze echt boos zijn als er niet genoeg diversiteit in een of andere game zit. Ik bedoel, genoeg van dat soort nieuws hebben we de afgelopen jaren ook gezien. Jij bent ook boos over Neil Druckmann. Omdat hij mijn favoriete franchise is het dat niet zo dat mensen echt? Dus mensen niet meer die eigen emotie uit kunnen zetten en gaan op zoek gaan naar een van dus dit zijn de twee kampen, waar zit het nu echt? Er is zoveel nuance. Echt boos, maar luister, ik ben duwt het ook echt tot vervelens toe door iedereen strot. Ik ben net zo boos op Neil Druckmann als dat ik ben op Xbox omdat ze Days Gone hebben gecanceld. Days Gone 2 hebben gecanceld. Xbox. PlayStation heeft dat gekend. Sorry, PlayStation. Ja, nee, inderdaad. Ik ben net zo boos op Naughty Dog als op Ben Studios. Nou ja, wie weet is dat een voeding van. En dat is een mening. Ik bedoel, nogmaals, ik beschuldig haar nergens van. Jij geeft ook een mening. Het is meer van, als je een objectief stuk denkt te schrijven, daarin haar misquote dingen erbij haalt die niet waar blijven zijn. En het wordt vrij snel doorgeprikt. Ik bedoel, zat haar... Doe ik ook fouten hoor, vaak. De naam niet goed geschreven en de titel er niet bij, weet je. Ja, dan ben je zo... Dat snap ik niet. Dus dat zelfs de media nu... opgepakt wordt in een soort van woede van dit is mijn overtuiging en dan ga ik dat in mijn stuk verwerken. Ja, want... het probleem is dat de activisme wordt meegenomen in de verslaggeving en dat is heel moeilijk te scheiden. En dus is er bijna dat ik denk van oké, kijk, deze zaak heeft zoveel kanten. We hebben het in de piepshow van deze week over gehad van aan de ene kant, de zaak draait om. PlayStation zegt, wij gaan helemaal naar de kloten als die deal er is. Nou, volgens mij is nu toch wel bewezen dat het niet zo is. En ze zeggen van, Microsoft wil Call of Duty alleen voor zichzelf houden. Nou, 10-jarige deal Nintendo, 10-jarige deal, whatever. Waar ze een punt hebben, maar die ze niet maken is Game Pass op den duur goed voor het gaminglandschap. Namelijk dat games goedkoper, anders, whatever gaan worden. Daar valt ook al... Die nuance die zie ik niet meer. Ik zie alleen maar van, Xbox is een kutbedrijf. Nee, Sony, dat zijn een stelletje huilers. Dit, bam, bam, bam. En dan zie je ook van... Ze zijn toch ook huilers? En Xbox is toch ook een kutbedrijf? Dat is het is allebei. Dus al die dingen zijn waar. Dat is het kutte. Die bedrijven doen het niet goed. Ze communiceren niet met hun community. En dat vind ik zo interessant. Ik bedoel, er zijn ook genoeg gamepartijen die dat wel goed doen. Kijk naar heel veel indies die het goed doen. Kijk naar Nintendo. Ik zeg niet dat Nintendo nou zo goed communiceert. Maar ze doen het ook niet echt heel fout. Ze maken gewoon niet zo heel veel fouten. Ze doen ook niet heel veel goed. Eén ding van Nintendo is... Het is niet een bedrijf wat steekt of een stokje ergens. Of van, ze zijn niet de activistische in de communicatie. Maar ze zitten ook niet in hoge concurrentie met een Xbox of een PlayStation. Kijk, het ding is, als je consoles of dingen gaat aanschaffen, het is een Nintendo en een PlayStation of Xbox. Want die twee dingen zijn heel erg gelijk aan elkaar. Nee, dat snap ik. Maar PlayStation in dit hele proces had dan, en ik chargeer een beetje, eigenlijk gezegd van, hé, maar Nintendo is geen concurrent, want Nintendo maakt alleen games voor kids, weet je wel. Dan zou je dus als
Nintendo kunnen zeggen van... Dat is toch precies hoe het ging eigenlijk altijd al vanaf... Nee, okay, maar Nintendo reageert helemaal niet daarop. Die heeft zoiets van, oké, als jij dat vindt, prima. Wij hebben onze eigen business. Wij weten misschien anders of niet. Ik ga er niet op in. En daarom wordt er ook zo weinig shit-talked over Nintendo. En, weet je? Maar nou, Nintendo heeft toch ook geleerd de afgelopen jaar. Ik bedoel, we hebben vanaf de PlayStation 1... heeft Sony geprobeerd om dat bijvoorbeeld dat kindersegment te vangen. Hè? En weet je, ze hebben echt een schier eindeloze reeks aan platform en kart rip-offs hebben we voorbij zien komen op Play. Ja. En het is nooit gelukt om dat segment op die manier te pakken als Nintendo doet. Ja. Dus ik denk dat Nintendo gewoon achterover kan leunen en zoiets heeft van, nou, weet je, whatever, lekker belangrijk, het lukt jullie toch niet. En klopt, het lukt ze ook niet. En Microsoft die probeert het niet eens, maar nee, dat lukt, zou het ook niet lukken. Niemand kan doen wat Nintendo. En om heel eerlijk te zijn, niemand kon ook wat Sony kon. Weet je, wat Sony kon in het PlayStation 4 tijdperk, weet je, met de Uncharted's, met de eerste The Last of Us, met die gewoon die hit na hit na hit na hit die uitkwam, weet je. Dat hebben ze nu nog steeds, Boris. Nee. God of War is er nog steeds, Horizon is er nog steeds, Spider-Man gaat straks als warme broodjes verkopen. Echt, die shit gaat echt als een malle. Nee, maar niet op die manier. Gran Turismo 7. Nee. Nou, de aantallen zijn niet slecht, alleen... Waar is Uncharted? Waar is de eerste de Last of Us? Er komt een nieuwe Uncharted, maar dat is dan waarschijnlijk... Waar is Days Gone? Weet je? Alleen daar is het al. Zijn ze al de mist in gegaan. Ja, maar goed, weet je... Ja, maar die game heeft niet goed verkocht. En dat is gewoon de reden waarom die is geschrapt. Dat is heeft niet initieel niet goed verkocht. Nee, maar hij heeft namelijk nadat hij gefixt was, heeft hij wel goed Maar verkocht. Dat is denk ik niet eens de keuze geweest van Ben Studio. Ik denk dat dat gewoon PlayStation is die zegt... Klopt, oké, dit werkt niet voor ons. Nee, maar volgens mij had het te maken dat ze moesten werken aan de derde remake van The Last of Us. Weet ik, ze moesten iets voor The Last of Us doen. En toen zijn ze van de hele Days Gone afgehaald. Wat gewoon een kapitale fout was. Maar het maakt niet uit. Mijn punt is dat in het PlayStation 4 tijdperk hadden we... Deze discussie was er niet, weet je. Ik bedoel, PlayStation 4 was zo oppermachtig. En nu merk je opeens van, oké, ze zijn die positie zijn ze kwijt. Maar dat bedoel ik, van, er was geen discussie. Wat moest Microsoft in hemelsnaam zeggen, weet je? Ze stonden zo ver achter. Ze werden aan alle kanten om de oren geslagen. Nu is een andere positie waarbij de Xbox-fans iets hebben van... Oh, wacht even. Hé, dat is leuk. Ik ben jarenlang... Xbox One is echt een verloren generatie. Precies. Ja. Daar moest je maar gewoon even je bek houden als je een Xbox One had. Je had niks te vertellen. Nu, in één keer, straks hebben wij Activision, weet je, of hebben wij straks Diablo en we hebben straks Starfield. Het zijn nog steeds vergezichten, hè? Het is nee, dat weet ik allemaal, maar dat dus het is veelbelovend. Er is nu er is nu wat meer een strijd aan de gang en die wordt dus, ik vind dat een beetje teleurstellend, dat dan ook de media, maar ook de partijen zelf daar zo op inspelen om hun achterban, om dat een beetje te voeden, dat die woede ontstaat. Omdat dat activisme is gewoon nu de go-to tool voor veel PR-bedrijven. Dus PR-campagnes draaien nu vaak om activisme. En dat is... Ja, dat is gewoon wel hoe je mensen uit hun stoel krijgt en vaak boos op Twitter krijgt. Maar wie weet dat een als iets echt heel heftig is op social media, een bepaalde mening, dat een CMA of een FTC daar ook gevoelig voor is. Van holy shit, ik zie nu al heel veel mensen die dat geen probleem vinden. Dus dan moet het kunnen of juist misschien andersom. Misschien werkt het. Maar ik zeg ook niet dat het activisme niet werkt. Het werkt zelfs heel goed. Kijk maar naar Royal Dahl op dit ogenblik. Ja. Je boeken zijn niet aan te slepen. Afsluitend, denk je dat we het dieptepunt al hebben gezien binnen dit vlak? Het modder gooien, het dingen? Of denk je dat het nog wel een stapje verder gaat? Zeker als straks een besluit valt, links of rechtsom. Ik hoop dat het doorgaat, sorry. Ik hoop dat er nog meer modder gegooid wordt. Nog meer modder gegooid? Ja. Hoe zeker is het nou dat die deal doorgaat? Weet niemand. Tuurlijk gaat die door. Het lijkt mij dat die doorgaat, 65 maar... miljard dollar, die deal gaat door. Ik durf er nu geen weddenschap meer op te sluiten. Maar goed, maar maakt Sony niet uit. Krijgt nog wel de mogelijkheid. Nee, ze willen niet tekenen. Dus het kan best wel zijn dat zij dan straks niks krijgen. Ik bedoel, sowieso die... Ja. Het domme van Sony is gewoon... Ja. Ze hebben die deal gekregen, die hebben ze afgewezen. Zit een beetje vast nu. En vervolgens heeft Microsoft die deal aan Nintendo geboden. Zodat ze in ieder geval nog aan de regelgever kunnen laten zien... Nee, wij staan gewoon open voor, hoor. En nu kunnen ze zelfs ervoor kiezen om het dan niet op PlayStation uit te brengen... maar wel op Steam en Nintendo. Ja. Maar dan is het voor een groot deel, want ik bedoel, Sony en PlayStation, dat zal gewoon wel door blijven gaan. Er zijn meerdere studio's, weet je wel. Alleen maar Call of Duty is een hele belangrijke titel. Activision, Blizzard games zijn heel belangrijk, maar zijn niet alles bepalend wat mij betreft. Nee, maar goed, denk jij dat het moddergooien nog heftiger wordt? Oh, ik denk dat
al die Xbox-liefhebbers die jarenlang in een verdomhoekje hebben gezeten, die kunnen dan waarschijnlijk een paar jaar hun gram halen. Payback time. Ja, en maar dat is gewoon de dynamiek van het spel. Zo gaat dat in golfbewegingen. En dan is het weer die kant en dan weer die kant die, die, de, weet je, die het hoge woord voert. En dat zal altijd wel blijven, denk ik. Bij fandom heb je altijd wel dit soort situaties. En wat ook meespeelt natuurlijk, is dat de PlayStation 5 zo godsgruwelijk lelijk is. Als die niet zo lelijk was, dan, was het, dan kan, had ik gewoon nog... Had ik je hebt mij is mat zwart, ik vind het een prima ding zo. Hoe heb je hem mat zwart gekregen dan? Nee, ik heb gewoon van die... Toen het... Die stickers erop? Nee, geen stickers, maar echt van die plates uit Canada. Dat kun je nog kopen toen ze nog niet verboden waren, inderdaad. Ja. Verboden plastic plates. Ja. Goed, de console wars. Nou ja, gaat nog wel een tijdje door. Maar we wilden even kijken naar wat er op dit moment in de media gebeurt. En wat dus de rol van de media zelf is. En de industrie. Het is een verhit debat. Laat dat duidelijk zijn. Wordt vervolgd.